Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het ondanks de coronacrisis best wel goed gaat met de gezondheid van de Nederlandse jongeren. Maar hoe zit dat eigenlijk in Leiden? Wat hebben jullie gedaan om jezelf een beetje te vermaken? Ja, gewoon veel naar de stad gaan, een beetje lopen en zo. Ja, ik ging gewoon met haar facetimen en ja. en films kijken. Ja, gewoon een beetje gamen en zo. Ja, alsnog gewoon veel met vrienden afspreken, veel zuipen, veel naar buiten gaan. Nou, ik heb een eigen paard, dus daar ging ik dan elke dag eigenlijk heen. En zij ging dan ook wel mee. Ik ging altijd mee. Nou, ik ben wat minder gaan drinken. Ja, ook gewoon omdat je niet uitgaat, geen festivals. Dus mijn tolerantie is wel omlaag gegaan. Hebben jullie vrienden een beetje gemist? Nou, het viel nog wel mee, want ik zag ze nog wel gewoon vaak genoeg eigenlijk. Ja, ik sprak ze wel nog op school en zo, online, dus het viel wel mee. Normaal op school zeg maar ook, dan heb je je pauze en dan zie je al je vrienden weer. En nu had je dat gewoon niet. En dan zit je een beetje thuis de hele dag en eigenlijk ook heel weinig beweging zit erin. Soms miste ik nog wel een beetje die privacy, want mijn ouders waren natuurlijk ook veel thuis. Ja, met de hond door de straat, door de wijk heen lopen, joggen. De sportscholen waren dicht. Nou, die hond is nog nooit zo vaak uitgelaten. Dus die werd ook heel sportief en lekker slank. Dus dat was twee vliegen, één klap thuis. Ik heb ook een heel groot gezin, dus zaten ook met z'n allen thuis en zo dus. Bijvoorbeeld met verjaardagen mochten we er dan niet heen. Maar want ik niet per se, want soms heb ik geen zin in verjaardagen en dan hoefde ik er niet heen. Ja, de party was hier achter de kraam gezellig met z'n allen zo. Als je dat illegaal vindt, dan hadden we hier het feestje en thuis gezelligheid. Dat dus.